13 april 1995, tussen 7:30 morgens. Daar ligt hij, klaar om naar het centrum van de stad te worden gesleept. De 139 meter hoge piloon wordt samen met een 80 meter lang brugdeel van het Kalandkanaal op een enorm ponton naar zijn plek gebracht. Een transport van 5000 ton, oftewel 5 miljoen kilo. 4 sleepboten beginnen aan het karwei. Een van die vroege kijkers hier aan het Kalandkanaal is ook burgemeester Peper van Rotterdam. Waarom zo vroeg hier? Ja, het is toch fantastisch om te zien op deze prachtige dag wat hier gebeurt. En ja, dit is, hoewel het een zwaar woord is, maar dit is echt een historische dag voor Rotterdam. Sinds hoe laat staat u al op de Schiedamse Maasboulevard? Nou, van 12 uur af. Waarom staat u zo lang te wachten? Ja, om dat ding te zien natuurlijk. Huh? Om dat ding te zien. Ik wou het graag zien. Fantastisch, hè? We snappen het, niet. Hè? Al die techniek. Nou, geweldig. De piloon gaat straks op die pijler. Nou, het moet ook denk ik een mooi, lekker gevoel zijn. Ja, hier in de buik. Echt in de buik. U moet me niet al te technisch gaan vragen, maar dat gaat nu gebeuren. Dus laten we gaan klappen.